Vorige week legde het in opspraak geraakte VVD-Kamerlid Mark Verheijen nog tijdelijk zijn werkzaamheden neer. Reden gesjommel met de declaraties, maar goed nieuws. Want volgens onderzoek van de provincie Limburg valt de Limburger Verheijen niets te verwijten. Oftewel, wij van WC Eend. Dag meneer Opstelten. Ik kom straks wel even. Ik loop even met u mee, zo snel gaat dat niet. Heel goed. Limburg zelf zegt, er is niet gerommeld met de declaratie. Toch lekker? Maar daar zal ik ook niet over oordelen. Ik ken het onderzoek niet, heb het niet gezien. Ja, ik zeg daar verder niks over. Het gegeven dat dan nu naar buiten komt, dat wat hij daar in het zuiden heeft gerommeld, dat gewoon mag. Dat is toch lekker? Nou, ik vind over het hele gebeuren is het natuurlijk niet fijn. Wij vinden allemaal integriteit van groot belang. Daarom wil ik ook dat dat onderzoek er is. Ja, boven de rivieren, ja. Gewoon dat onderzoek, we zijn één land. Daar onder die rivieren gebeurt, zeker binnen de VVD, dat is wel een ander verhaal, dat weet u ook. Ik wacht er gewoon af en ga niet op uitkomsten vooruit lopen. Het is in ieder geval fijn voor hem dat dat deel afgesloten is. Pak van je hart, denk ik, als VVD'er. Nou, maar hij moet zelf nu afwachten wat de integriteitscommissie erover te zeggen heeft. Ik vind het heel goed dat hij dat vraagt. Het is goed dat onafhankelijken dat gaan doen. Zodra VVD'ers elkaar gaan inschakelen, dan weten we, ja, dat is niet alleen onder de rivieren zo, hè? Dat is boven de rivieren ook. Nee, dat denk jij dat zo is. Wij kunnen genoeg onafhankelijke mensen vinden om dat te doen.